Donderdag 8 september werd om 9 uur het Corso-seizoen 2016 officieel geopend door burgemeester Beenhakker van de gemeente Tiel en Rian Verwoerd, voorzitter van de Stichting Vier Stromenland. Dit deden zij door de lampjes van de stadsgracht te ontsteken. Direct na de opening werden de winnaars bekendgemaakt die dit jaar de mooiste mozaïek hebben gemaakt. De eerste prijs ging naar Passewaaij. Het is voor de Tielse wijkvereniging de 6e keer in 8 jaar tijd dat men er met deze prijs vandoor ging. Op de activiteiten in het Kalverbos kwamen zo'n 300 belangstellenden af.